Goedemiddag dames en heren, ik sta hier met de hoofdcoach van Roef, de heer Jeroen Swerts, die vandaag met zijn ploeg tegen de Textown Tigers hier in Enschede gaat spelen. Jeroen, wat is de doelstelling vandaag? Nou, de doelstelling is verder bouwen op wat we de afgelopen week hebben gedaan. We hebben op zich goede wedstrijden gespeeld. Ik denk dat we elke wedstrijd beter aan het worden zijn en dat we helaas tegen Sparks een paar keer aan het kortste eind trokken. Niet altijd verdiend denk ik, maar dat is dan spijtig voor ons. Maar de inzet was goed, de wedstrijden waren goed en ik hoop dat we vandaag wel eens met de punten naar huis gaan. Ja, ik denk dat een titel er niet meer in zit. Kan dat kloppen? Vind jij dat ook? Ja, zeker. Ik denk dat wel. Ik denk dat we natuurlijk wel elk weekend er vol voor blijven gaan wedstrijden winnen. En uiteraard. We zijn natuurlijk nog maar, als je kijkt, misschien net over een derde van het seizoen. Dus de weg is nog lang. Alles kan nog. Maar ik kan me dus voorstellen dat je zegt, wij gaan ons helemaal focussen op Italië, op de Premiere Cup. Ja, daar ligt zeker nu deze weken de focus op. We proberen nog wat dingen uit, we testen eens nieuwe line-ups, het nieuwe slagvolgordes. En vooral kijken in het team dat we wel weten wat wij willen doen en op welke manier we het willen doen. En dan zijn we heel lang klaar voor Italië. Dan kun je nog een aardige rol spelen in de competitie, denk ik, door de één de verkeerde kant op te sturen of de ander juist de goede kant op. Dat is misschien nog een insteek. Wie is de startende pitcher vandaag? Marjolein zal starten bij ons. Marjolein en de catcher? Charlotte. En Charlotte Drijvers. Nou goed, dan wens ik je veel succes. Dankjewel. En ik hoop je na de wedstrijd nog even te zien. Nou, gaan we zeker doen. Succes. Dat jullie er weer zijn. Ja, oké. Okay. De volgende coach die we hebben hier in onze, laat ik maar zeggen, speakers corner is Rien Smulders. Rien, ik heb net aan jullie tegenstander gevraagd, Jeroen Swerts, wat zij als doelstelling hebben. Ze zijn een beetje, ver van de koppositie af natuurlijk. Jullie zullen er alles aan willen doen, denk ik, om die koppositie te halen. Nou heb ik vorige keer ook al gevraagd van jullie gaan nu twee keer winnen, dan zei jij volmondig ja. hoe ziet het er vandaag uit? Want je hebt weinig andere keus, denk ik. Ja, geen andere keus. Het antwoord blijft ook hetzelfde. We moeten gewoon twee keer winnen. En dat is eigenlijk wat, daar gaat het om. En waar ging het vorige week dan fout? Ik kan me nog een paar veldfoutjes herinneren. Een paar veldfoutjes die dan op een gegeven moment lopen de honken vol. En op dat moment verlies je net een paar punten te veel die je normaal gesproken, waar je wel uitkomt uit die inning. Waar je dan niet uitkomt, runs tegen krijgt die je niet terugpakt. En dan loop je achter de feiten een beetje. Ja, hoe vind je dat de mentale instelling van het team is? Zijn ze er nog steeds volop mee bezig? Ja, absoluut. Als je naar de tweede wedstrijd keek van vorige week, dan hadden ze ook het kopje kunnen laten hangen, ook in die tweede wedstrijd. Maar daar bleven ze doorbijten en uiteindelijk win je met één punt. Ja, maar je hebt gewoon de punten nodig, wil je meedraaien om kampioenschap? Dat is allemaal nodig. Dus ik neem aan dat er een zweep daar is in die dugout en op het derde home straks. Die zijn er ook een beetje klaar mee met steeds maar het delen. Goed zo. Ja. Goed zo. Wie is de startende pitcher vandaag? Ik begin met Lindsay. Oké. Okay. En de catcher? Die net erachter. Goed, nou dan moet ik je veel succes wensen. Dat heb ik vorige keer ook gedaan. En ik hoop dat een keer van dat drama van delen afkomt. Ja. Heel veel succes. Aan de goede kant, hè? Ja, uiteraard. Succes. Oké, dankjewel. Dankjewel.